School. En hier zit al, en ik ben heel blij dat hij er is, onze hoofdgast van vanavond. Dat is Johan Bolhuis. Ik hoop dat u het thuis iets minder hard heeft gehoord dan ik en mijn oor. Want knalde opeens de muziek erin. Dames en heren, wij mensen hebben de neiging op apen te lijken. Althans, het meest op apen te lijken. En toch kunnen apen niet praten en wij wel. En het blijkt dat op het gebied van taal onze hersens het meest op die van vogels lijken. Wat betekent dat voor wat we weten van de taal? En ook uiteraard hoe taal geleerd wordt. Nou, daar ga ik het over hebben met de neurobioloog Johan Bolhuis. Welkom. Onder zijn redactie en die van Martin Everaert is het boek Birdsong Speech and Language uitgekomen en uitgegeven door de MIT Press, waarin vooraanstaande linguisten en biologen zich altijd hebben gebogen over dit thema. Is dit een nieuw thema van onderzoek eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Het is nieuw in de zin dat biologen en taalkundigen nog nooit eerder op zo'n manier met elkaar in gesprek zijn geweest over taal en spraak. Ja, het was voor mij, ik heb Nederlands gedaan, het was voor mij ook totaal nieuw. En ik moet eerlijk zeggen, ik ga dat nou wel zeggen, ik vond het opzienbarend eigenlijk. Het ligt ook zo voor de hand. Want wat kan vogelgezang ons eigenlijk vertellen over de menselijke spraak en taal? Nou, behoorlijk veel eigenlijk, verrassend genoeg. Dus je zou eigenlijk denken van, als er iets is in het dierenrijk wat lijkt op spraak en taal bij mensen, dan moet je natuurlijk bij apen zijn. Hè? Die lijken het meest op ons, wat je net al zei. Ja. En die zijn het nauwst aan ons verwant. Hè? Het is nog maar 7 miljoen of 6 miljoen jaar geleden dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en de mens rondliep. Ja. Terwijl het al 300 miljoen jaar geleden is dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van de mens en de vogel rondkroop waarschijnlijk. Ja. Dus er is nogal een verschil, zou je denken. En toch, als je kijkt naar vooral de manier waarop die spraak wordt verworven bij mensen, als je dat vergelijkt met wat gebeurt bij dieren, dan lijken die apen totaal niet op ons. Ja. En die zangvogels juist wel, verrassend genoeg. Maar hoe komt het dat het... Het apenbrein niet op dat vogelbrein lijkt. Ik neem aan dat je de hele tijd zit te kijken dan onder een microscoop en denkt, nee, ja. Het spraakvermogen daar, het lijkt toch wel verdomd veel op het spraakvermogen. Nou ja, die breinen lijken niet zo heel veel op elkaar. Hè. Die vogelbreinen zijn ongelooflijk klein om te beginnen. En die structuur ziet er ook heel anders uit. Maar blijkbaar maakt het niet zo heel veel uit. Als je gewoon kijkt naar het gedrag van die beesten en van die apen en van die vogels, dan zijn er een aantal opzichten waarin het verwerven van spraak door kinderen. Hè, de kinderen beginnen met spreken door hun ouders na te doen. Hè, te kopiëren, imiteren, dat is heel belangrijk. Dus die klanken die ze uiten, ze hebben geen idee waar het over gaat, maar ze proberen hun ouders na te doen. En dat doen de apen helemaal niet. Hè. Die geluiden die ze maken, daar zijn ze mee geboren, als het ware, tussen aanhalingstekens. Maar bij die zangvogels is het juist wel zo dat ze die klanken, die liedjes moeten ze leren, en meestal van hun vader, bij de meeste soorten. En de manier waarop dat gebeurt is ontzettend fascinerend, vergelijkbaar met de manier waarop mensen dat doen. Hè. Er is sowieso het feit dat ze moeten leren, dat ze moeten imiteren. Dat is al een heel belangrijk punt. En ook de manier waarop. Dus er is een gevoelige periode. Ja. Hè, dus vroeg in het leven kunnen die beestjes dat heel goed leren. En hoe ouder ze worden, hoe moeilijker het wordt. Net zoals bij ons mensen. Ja. Hè. Dus bijvoorbeeld mijn dochter, die heeft moeiteloos twee talen tegelijk geleerd. Ja. Nederlands en Hongaars. En terwijl ik, mijn Nederlands is wel redelijk goed, maar mijn Hongaars, dat zal wel nooit wat worden. Hè? ik ben daar gewoon te oud voor. De gevoelige periode is al opgehouden. Ja, ja. Terwijl zij dat moeiteloos, toen ze nog heel jong was, moeiteloos heeft ze twee talen die totaal verschillend zijn geleerd. Dat is natuurlijk ongelooflijk fascinerend. Ja. En ook als je kijkt hoe dat zich dan ontwikkelt, zo'n taal, zo'n spraak en ook dat liedje bij vogels, er is ook een soort overgangsperiode dat kinderen, bij kinderen noemen dat brabbelen, hè, dat ze allerlei leuke geluidjes maken. En op duur zeggen ze hopelijk mama en papa, dat soort dingen. En bij die vogels is het eigenlijk net zo, dat je eerst hoort dat ze wat rare piepgeluidjes maken en langzamerhand vormen zich echte vogelgeluiden en echte liedjes. Dus die vogelgeluiden lijken het meest eigenlijk op de taal. Maar kunnen vogels nou bijvoorbeeld rijmen? Wat een kind van twee, min of meer rijmen, drie kan. Dat is, daar rijmen denk ik niet. Ik weet niet hoe je dat zou moeten vertalen. Ja, maar ze hebben wel een bepaald ritmegevoel. Klanken maken die in iets van elkaar afwijken. Nou, ze hebben wel een gevoel van metrum. Hè? Dus wat bij mensen ook heel belangrijk is. Hè? Dus daar begint het eigenlijk mee. Dus kleine kinderen die leren in de baarmoeder al het ritme van hun eigen taal. Hè. De talen hebben allemaal eigen ritme.
En ook grofweg gezien, bijvoorbeeld Italiaans is totaal verschillend van Nederlands of Engels of Russisch wat betreft het ritme. Hè. Italiaans heeft een mooi gelijkmatig ritme, net zoals Frans. Terwijl bij ons is in het Engels en Russisch is het wat ongelijkmatig. Ongelijkmatig ritme. En die kinderen kunnen dat heel goed horen. Ja, dus ze kunnen eigenlijk heel weinig horen in de baarmoeder, maar dat kunnen ze wel horen. Dus een pasgeboren baby die heeft al een voorkeur ontwikkeld voor het ritme van de taal van zijn moeder. Ja, hè? Dus ze hebben ooit een keer gekeken bij Russische vrouwen die dan hun kinderen baarden in Frankrijk. En die kinderen waren dus gewend om dat Russische ritme te horen. En als ze dan hun moeder ging praten met de dokter in het Frans, dan werden de kinderen heel onrustig. Ja. Dus dat hebben ze mee al opgepikt. Dus dat ritmegevoel is heel belangrijk. Dus ja. Zo leerden ze ook woorden onderscheiden. En daar is ook een ritmegevoel. Je moet als het ware weten van een woord heeft maar één klemtoon. En dat is dus een woord. Ja. En dat is heel belangrijk voor de kinderen. En dat hebben vogels ook. Die kunnen meedansen op allerlei liedjes die ze te horen krijgen. Ja, dus het terwijl apen dat niet hebben. Nee, apen hebben geen ritmegevoel. Geen ritmegevoel. Nee, die slaan maar een met een tak op. En dat vinden ze al goed. Maar dan vragen, als ze ritmegevoel hebben, dan kan je eigenlijk ook veronderstellen, maar misschien is die veronderstelling wat bold, dat ze ook een grammatica hebben, een volgorde. Ja, nou, dat is met een betekenis die eraan vastzit. Ja, dat is een logische vraag en dat is ook wel een moeilijke vraag. Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen spraak en taal. Hè. Dus wat betreft spraak zijn er hele interessante overeenkomsten tussen die vogels en mensen. Hè. En de apen die passen daar helemaal niet in dat verhaal. Als je dan kijkt, als je iets verder gaat naar echte taal met grammatica, dan wordt het wat moeilijker. Hè. Ja. Er is de laatste tijd veel onderzoek aan gedaan. En er zijn een aantal mensen geweest die hebben beweerd van, wij vinden ook een soort primitieve grammatica bij die vogels. Hè? Dat die vogels onderscheid kunnen maken tussen een bepaald soort grammatica en een ander soort grammatica. Maar is het, wij leerden vroeger, ik praat echt over 40 jaar terug, hè, dus neem me niet kwalijk, dat er een verschil is tussen een grammatica en een ritueel. Dat eigenlijk een ritueel is een grammatica zonder zin. En een grammatica is een woordvolgorde met een zekere betekenis. Ja, dus zeker. Ja, ja. Grammatica is een set van regels. Een set van regels, ja. Die bestaan om de chocola van te kunnen maken. De chocola van te kunnen maken. Precies. Terwijl een ritueel, dat is gewoon, dat doen we maar. En dan maakt niet uit. Maar dat moet ook volgens een bepaalde regels. Ja, dus de vraag is nu bij die vogels. Er zit ook een bepaalde structuur. Bijvoorbeeld een nachtegaal, die heeft een heel ingewikkeld liedje. Ja. En de vraag is dus door veel mensen gesteld van zit daar ook een bepaald soort grammatica in? Volgen bepaalde elementen altijd op andere elementen enzovoort enzovoort? Ja. Betekent dat misschien ook iets? En daar zijn nogal de meningen nogal over verdeeld. Maar het lijkt er toch nu op dat er inderdaad geen grammatica in zit zoals wij die hebben. Hè? Geen hiërarchische structuur van waar ook een betekenis aan zit. Er zit wel een bepaalde structuur in, maar dat is een soort, wat jij misschien noemt een ritueel. Dus een soort lineaire structuur van zonder betekenis. Is het handiger als je die in die volgorde aanhoudt. Ja. Het verschil zou zijn dat als je een andere volgorde aan zou houden, dan laten we veronderstellen dat de merel fluit om een mannetjesmerel of een vrouwtjesmerel te krijgen. Ik weet niet wie van die twee er zo mooi fluit. Ja, mannetjes die fluiten zo mooi. Mannetjes die fluiten zo mooi, mijn biologische kennis is verschrikkelijk. Goed, mannetjes fluiten zo mooi om een vrouwtje te krijgen. Terwijl als ze een andere melodie zouden doen, zouden fluiten, dan zouden ze dat vrouwtje niet krijgen. In het eerste geval zou het een betekenis hebben en zou het daardoor een grammatica. In het tweede een ritueel. Ja, in zover gaat het waarschijnlijk niet. Er zijn wel wat aanwijzingen dat bijvoorbeeld als een mannetje heel erg agressief is of zo, dat hij dan kleine subtiele veranderingen optreden in het liedje, maar daar is heel weinig over bekend. Dan gaan we even luisteren. Ik weet niet waarna we gaan luisteren, maar dat ga ik u straks vragen. Ja, dit is een jong zebravinkje. In verschillende stadia van ontwikkeling. Dus in het begin, op het laatst hoor je een heel volwassen liedje. Hè? En in het begin hoor je hem brabbelen, als het ware. Ja, precies zoals kinderen. Dus dat heel rare piepgeluidjes. En heel langzaamaan komen er echte, tussen aanhalingstekens, woorden uit en zinnen. Het is toch fascinerend. Zouden andere dieren in theorie kunnen praten, net als wij? En wat zouden ze daar dan voor nodig hebben? Zouden ze kunnen praten zoals wij? Nou, ik denk niet zoals wij. Dus ze zouden eventueel wel bepaalde geluiden kunnen maken. Ze kunnen de papegaai kunnen. Ja, ze kunnen ons nadoen. En ik weet niet of we het dan nog laten horen, maar er is een beroemde zeehond die als een dronken matroos kan schreeuwen en praten.
En, maar dat is inderdaad een soort trucje wat hij geleerd heeft. Dus hij kan, hij heeft natuurlijk geen idee wat over gaat. Ja, en, ja. Maar hij kan het wel aardig goed doen. Dus we kunnen wel praten tussen aanhalingstekens. Maar er zit geen grammaticale structuur achter of zo, dat, waarmee ze een boodschap kunnen. Waarom is het bij de apen eigenlijk evolutionair mislukt en bij de vogels niet? Ja, dat is de grote vraag. In ieder geval is het duidelijk dat evolutie niet altijd werkt volgens gemeenschappelijke afstamming. Hè? Volgens lijnen van gemeenschappelijke afstamming, zoals veel mensen nog steeds denken. Hè? Van, nou, daarom is er zoveel belangstelling voor apen bij in sommige kringen. Van, nou, die zijn zo nauw aan ons verwant, die moeten toch het meest op ons lijken. Maar zo werkt blijkbaar evolutie niet altijd. Hè? Ze lijken in bepaalde opzichten misschien wel op ons, meer op ons dan die vogels. Hè? Die vogels vliegen en wij en die apen niet, bijvoorbeeld. Maar de andere opzichten juist weer niet. Hè? En er zijn ook andere voorbeelden. Niet alleen die spraak- en zangverwerving, maar ook bijvoorbeeld gebruik van werktuigen en zo. En allerlei inzicht in bepaalde situaties. Sommige vogelsoorten, hè, kraaien of zo, die zijn daar heel erg goed in. In bepaalde probleemoplossend vermogen die apen soms helemaal niet hebben. Dus ja, dus, dat heet dan convergentie in technische termen. Is het een mutatie geweest? Zijn er vergelijkbare selectiedrukken geweest. Ja. He, al die miljoenen jaren geleden bij die vogels en die ook bij ons aanwezig zijn geweest. En uiteindelijk hebben die beesten vergelijkbare oplossingen voor vergelijkbare problemen ontwikkeld. Ja. Waar die apen misschien niet tegenaan zijn gelopen. Ja, het is fascinerend. Laten we Chomsky in het gesprek brengen. Wat is taal? Ja, wat is taal? Dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Vroeger dacht men taal is gewoon de verzameling woorden in een bepaalde gemeenschap. Ja. En dat is taal. En volgens Chomsky is dat volstrekt onzin. Taal is een ingewikkelde cognitieve structuur, laten we het zo zeggen. En heeft iets te maken met de manier waarop wij onze gedachten ordenen, als het ware. En het is een manier van denken eigenlijk. Hè, dus voordat de taal was, dus taal is min of meer het samenvoegen van bepaalde elementen in een bepaalde, hè, je kunt twee woorden bij elkaar plakken en die constructie kun je dan weer andere woorden plakken enzovoort enzovoort, zo kun je zinnen op gaan bouwen. En het is voorstelbaar, het is een beetje natte vingerwerk, hè, evolutie van taal, ja, daar kun je weinig over, er zijn geen fossielen van. Er zijn geen fossielen van het denken. Maar op een gegeven moment is het misschien zo gebeurd dat er een of andere mutatie is geweest, waardoor dat vermogen van dingen samenvoegen tot nieuwe hiërarchische structuren, dat ontstaan is, waardoor het denkvermogen van de mens ineens enorme stroomversnelling, de Great Leap Forward. Ja, de Great Leap Forward, ja. Ja, je kan je dat ook wel voorstellen. Kijk, als alles evolutionair verloopt, dan moet natuurlijk die taal ook evolutionair verlopen. Ja. Dus maar het is min of meer een random proces geweest. Hè? Ja, dus het zou kunnen, en Chomsky heeft al gespeculeerd, het zou geweest kunnen zijn dat het misschien meerdere pogingen zijn gedaan, of dat het meerdere keer gebeurd is, maar dat het gewoon niet geklikt heeft, als het ware. En bij die aap heeft het zeker niet geklikt. En bij mensen wel. Ja. En het zou nog mogelijk zijn, dat heeft Chomsky ook wel gezegd, van als het inderdaad zo'n soort mutatie is geweest, zou je kunnen voorstellen dat misschien ook bij vogels ook zoiets is gebeurd. Hè? Dat er ook een soort mechanisme is geëvolueerd, waardoor ze ook elementen kunnen samenvoegen tot andere structuren. Hè? Bijvoorbeeld in die liedjes. Dus hij was eigenlijk wel een beetje teleurgesteld toen wij zelf hebben aangetoond dat die claims die er werden gemaakt over die grammaticale structuur bij die vogelzang, dat hebben wij aangetoond, dat klopt niet. Hè? Dat is gewoon, dat experiment is gewoon niet goed uitgevoerd. Dus dat kun je gewoon niet concluderen. En hij was er wel een beetje teleurgesteld. Nou, ik had wel verwacht dat een soort primitieve mogelijkheid aanwezig zou kunnen zijn bij die vogels. Alleen hebben ze dan niet dat denkvermogen wat erachter zit, wat wij wel hebben. En wat door die grammaticale structuur dan vertaald kan worden in wat dan heet geëxternaliseerde taal. Ja. Dus de taaluitingen van ons. Dus dat wij gewoon spreken of gebarentaal gebruiken. Is dat denkvermogen, is dat eigenlijk niet een veel te beperkte term om dit soort processen te verklaren? Ik bedoel, je kan wel zeggen, we hebben het denkvermogen ontwikkeld, maar ja. Nou ja, hoe zou je het anders willen noemen? Ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet, omdat het een alles wat we nog niet kunnen verklaren, kunnen we nu stoppen in het denkvermogen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, en kijk, je zei daarnet over dat ook zo'n vogel begint met te brabbelen en daarna weet hij daar iets consistents uit te bakken. Dat betekent, als ik het woord bakken nog even mag doortrekken, dat je de vraag kan stellen dat taal dus iets dat is dat voorgebakken is, of is het iets wat we hem ook kunnen aanleren? Met dat Hongaars, wat je zei. Ja,
Dat is een heel goede vraag. Volgens Chomsky is het niet zo. Dus de taal wordt eigenlijk niet aangeleerd volgens Chomsky. Ja. Maar die rijpt als het ware in het kind. Hè? Dus het kind... Sommige mensen hebben zelfs gezegd... het kind leert geen taal, maar het kind leert allerlei andere talen af. Ja, dus het kind, volgens een belangrijke stroming in de taalkunde... en ik denk ook dat de correcte idee van taal... is dat kinderen geboren worden met wat Chomsky universele grammatica noemt. Ja. Dus de mogelijkheid om dit soort processen te doen... die constructie van zinnen te maken... En dat ze in feite alle talen kunnen spreken die ze willen. Hè? En het is ook zo, als je een kind uit de Rimboe van Zuid-Amerika naar Amsterdam haalt... dan kan hij binnen de kortste keren moeiteloos Nederlands leren met een Amsterdamse accent. Ja, ja, ja. Hè? Ja. Dat is, en andersom. Dus het is ongelooflijk fascinerend. Binnen de kortste keren kunnen die kinderen gewoon talen leren. Ja, maar moet dan de vraag eigenlijk ook niet zijn... waarom worden er geen kinderen geboren die al meteen Nederlands kunnen? Of is dat een hele stomme... Ja, iedereen. Is het nou een stomme vraag of niet? Nou, niet zo'n stomme vraag. Vond nog mee. Ja. Nee, nou, je moet natuurlijk ook woorden leren. Hè? Dus die woorden is natuurlijk... Het is niet voorstelbaar dat ze geboren worden met het lexicon van al die verschillende talen die er zijn. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Dus ze moeten die woorden leren. Ja. En ze moeten weten waar die woorden naar verwijzen. En dat duurt ook even, maar dat gaat ook heel erg snel. Hè? Ze leren iets van 10 woorden per dag of zo vanaf jaar 2. Maar ze moeten in principe inderdaad heel veel dingen afleren. Dus een kind wat in Nederland geboren wordt, kan in principe ook Japans binnen de kortste keer leren. Maar en soms zie je ook als kinderen fouten maken. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, Johan kijkt naar Theodor of zo. Dus als een kind zegt van Johan naar Theodor kijkt, dan zeggen wij, nou, dat is fout. Ja. Maar het blijkt dan dat het in het Japans correct is. Hè? Zo spreken Japanners, natuurlijk met Japanse woorden. Maar dus eigenlijk spreken ze gewoon Japans, die kinderen. Alleen ze moeten dus afleren van, ik ben niet in Japan, maar ik moet gewoon Nederlands leren. En dat zie je across the board zie je dat bij die kinderen. Dat, ik las laatst nog een leuk voorbeeld van dat Engelse kinderen zeggen van, yesterday I wear a red coat. Hè. Gisteren draagde ik een rode jas. Ja. En nou, dat is natuurlijk fout. Hè. Je moet zeggen, I wore a red coat. Ik droeg een rode jas. Precies, en het blijkt dat... Chaucer in de Canterbury-tale, die gebruikt dat soort zinnen van he wore a red cloak yesterday. Was there. Ja, dus sterker, wij kunnen Chaucer lezen. Ja, dat lijkt een beetje op Nederlands zelfs, gek genoeg. Ja, dat is het. Precies. En die woorden die zijn ook allemaal... dat kan ik nog wel voorstellen. Dat heeft ook met status te maken. En Latijn wordt ook niet meer gesproken. Maar de regels van het Latijn, zoals wij dat op het gymnasium hebben geleerd... dat was ook om status te bevestigen, zal ik maar zeggen. Zijn er ook andere dieren in jullie onderzoek die ook gebruik maken van taal? Nou, niet in die zin van taal. Hè? Die soort definitie die we net gaven. Ja, dat bedoel ik, het cognitieve systeem. En dus alles tezamen noem je dat taal. Hè? Dus je hebt een soort extern systeem dat je dus dingen kunt zeggen of gebaren kunt maken. Je hebt een soort grammaticaal systeem. Je hebt een woordenschat nodig, een lexicon nodig. En je hebt een soort denkvermogen of een cognitief systeem of het intentional system nodig, conceptual system nodig. En al dat tezamen, dat zit er gewoon niet in. Dus de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst wij wel nog met eventueel op een zeer beperkt niveau met vogels kunnen praten, maar niet met apen? Ja, er zijn mensen die beweren dat nu al kan. Hè. Er is in ons boek staan ook twee hoofdstukken van een dame van Pepperberg. Die heeft de beroemde papegaai Alex. Papegaai. Inmiddels al wijlen. Dead parrot inmiddels. Maar dus zij claimt dus dat hij inderdaad dat hij concepten heeft. Dat hij spontaan dingen zegt. Ja, ik weet het. Ik heb geen tijd meer. Nee. En ik heb nog niet de helft van de vragen kunnen stellen die ik eigenlijk had willen stellen. Het is ongelooflijk boeiend. Na de zomer moet u beloven terug te komen. Goed, dan gaan we er een hele tijd over praten. Ik vind het te interessant. Prima. Mag ik je heel hartelijk danken, dames en heren. Johan Bolhuis. Graag gedaan. En het boek wat ik van harte aanbeveel, dat heet Birdsong, Speech and Language. En het is uitgegeven door de MIT Press. En Boris, zou jij zo vriendelijk willen zijn om te komen zitten...